Dus zijn dit dan, laten we zeggen, initiatieven van grote bedrijven die er kleinere bij betrekken? Of kan het ook een KMO zijn die dan, laten we zeggen, juist een grotere partij. Het beide kan. Dus dat is in onze optiek hadden we ook graag kleinere bedrijven, die andere kleine bedrijven erbij betrokken. Dus ook dat kan natuurlijk. Hè. Zoals bij Spirulina zijn dat niet echt grote bedrijven. Bij de kaas is het iets groter. Westmalle, ja, dat is natuurlijk een heel gevestigd werk. Maar zij, merk, excuseer. Maar zij hebben bijvoorbeeld in het begin Natuurpunter willen bij betrekken. Ze hebben, dus het kan ook anders. Hè. Dus stadsgidsen erbij betrokken. Cafés erbij betrokken. Allee, dus het kan Kan van alles. groter en kleiner door elkaar zijn, dus dat kan wel. En waar je over sprak was, wij hebben met name B2B dit soort dingen gedaan, maar in feite wat ik zie, het zijn producten B2C, Ja, maar in kaas, een B2B bier. context. Ja, dan ga je van de ene, laten we zeggen, dan betrek je, laten we zeggen, een andere partij in de waardeketen erbij. Ja. Dus die is dan niet in rechtstreeks contact met de consument. Nu, wat natuurlijk ook nog kan, is dat je werkelijk B2B bent. Dat wil dus zeggen dat de eindconsument, Dat uw klant ook business is. ja, Ja, de dat kan ook. eindgebruiker gewoon een business is. Ja. En dat is iets wat wij, ja, heel veel tegenkomen in onze praktijk. Zie je het daar ook werken? Ja, allee, dus dat is ons project nu, allee, dat we uitgeschreven hebben. We weten nog niet of het helemaal zal doorgaan. Dat is voor de glastuinbouw. En daar zal het eerder zijn van als je een robot ontwikkelt en je wilt dat in bepaalde soorten serres gaan implementeren. Dan kun je ze natuurlijk ook Dus dan betrekken. is het eigenlijk wel B2B. Maar ik blijf er wel een klein beetje op hameren, zelfs al heb je een B2B-context. De vraag van beide bedrijven blijft altijd ook wel: hoe kunnen we dat ooit het uiteindelijke geld gaan halen bij de eindconsument of de waarde? Want uiteindelijk leidt alles ooit naar die eindconsument en hoe kunnen we een klein stukje hier al integreren? Dus bijvoorbeeld bij het inzetten van een robot kan dat zijn omdat het sneller gaat, minder kosten. Of Maar bij daar is het. de eindconsument toch betrokken dan, want dan kan de tuinder er toch gewoon bij zijn. Enfin, die kun je toch ook De betrekken in dat tuinder, verhaal. maar die gaat ook reflecteren over hoe krijg ik het verkocht in mijn distributie aan de man die het opeet. Dus ook zovergaand wordt het, maar die co-creëren niet mee, die gaan niet Nee. mee aan die workshops werken, maar het Maar idee is er, blijft altijd wel ergens in het is het voor achterhoofd die van hun. tuinder dan niet gewoon een kwestie van voor een lagere prijs een Ja, evenwaardig dat product, of een zit. beter product voor een evenwaardige prijs te creëren. Want ik kan me moeilijk voorstellen dat de aardbeien of de sla die tuinder produceert, laten we zeggen, die produceert hij, die verkoopt hij. En de koper daarvan is toch niet geïnteresseerd of daar een robot bij betrokken was of Nee, niet? zeker niet. De koper is wel bijvoorbeeld geïnteresseerd, ik zeg maar iets, om een tomaat te hebben die net goed is van smaak, maar die toch per vijf verkocht wordt aan één trosje. Dat is iets dat beter werkt voor een koper. Allee, niet altijd, ik zeg nu maar een fictief voorbeeld, maar dat is iets dat beter werkt voor een koper. Of bij wijze van spreken, als uw koper misschien een bepaalde horecazaak is. Ik zeg maar iets dom, is het misschien leuker om de rechtere komkommer te hebben, omdat dat dan gemakkelijker in stukjes door een machine kan. Dus die dingen zullen wel ergens meespelen. Ja, maar Niet dat op moet het eigenlijk niveau. tuinder Ja, verwoorden naar de producent van de robot dan. dus maar de tuinder zal zicht proberen te krijgen op zijn eindconsument en dat mee betrekken in het co-creatietraject. Zeggen, want je hebt wel een aantal do's in je presentatie opgenomen van dingen die je moet doen over een gemengd team en zowel expertise als karakter een klein beetje proberen te mengen. Maar heb je misschien ook al een aantal don'ts die je bent tegengekomen? Want je hebt het een aantal keer gedaan en misschien ben je ook al een paar dingen tegengekomen van nou, dat ging dus behoorlijk fout en dat zou ik zeker afraden voor de volgende of voor iemand die het wil proberen. Ja, als we het alleen al op het eerste niveau zien, zou ik denken van, denk toch even na van, zit iedereen hier echt met heel veel goesting? Is men gesteund door de achterban? Is het niet gewoon omdat men beschikbaar is? Definieer echt wel goed of je hetzelfde innovatiedoel uiteindelijk voor ogen hebt. En dus dat je niet voor je eigen winkel alleen rijdt. Je moet echt wel dat durven doorbreken. Je moet de waarde voor jezelf er blijven in zien. Maar je moet wel
dat grensoverschrijdende durven leggen. Dus dat eigenlijk alleen op menselijk gebied. Op sommige gebieden heb ik ook een paar don'ts, want we hebben hier nu in het begin gezegd, iedereen is creatief, ik ben daarvan overtuigd. Maar het is niet omdat iedereen creatief is dat je met iedereen spelletjes moet spelen. Sommige mensen zijn averse om die tools te gebruiken. Ja. Dat is ook zo, niet iedereen wil rond tafel met Lego zitten spelen. Er zijn andere tools en dan moet je toch een beetje kiezen van, sommige mensen zijn eerder verbaler ingesteld of zijn meer gebaat met stimulatie met filmpjes in plaats van met spelletjes. Dat moet je ook allemaal wel een beetje gaan bekijken. Ook niet te veel tijd vergen van mensen. Dus je moet echt wel, dat staat in de uitgebreidere presentatie, als mensen dat nog willen, waar ik andere nadrukken nog wel in, echt de agenda's enorm respecteren van mensen. Want mensen zeggen, ik heb een uur, maar dan hebben ze een uur. Ja, want daar lijkt mij toch een belangrijk stuk van de uitdaging te zitten. Hè? Je wil een aantal mensen betrekken in jouw traject. Een deel daarvan zal misschien intrinsiek daar voordeel uit halen, omdat dat verbeterde product hen ook helpt. Maar uiteindelijk wil je stakeholders betrekken in het hele verhaal, waarvan niet iedereen vanzelfsprekend er voordelen aan heeft. Ja, die zal op een gegeven moment wel vaststellen dat dat betere product er is, maar het zal misschien niet per se in relatie staan tot de inspanning die ervan gevraagd wordt. Dus dat lijkt me dan toch wel een uitdaging om daar de juiste mensen te vinden die en objectief toegevoegde waarde hebben en die bereid zijn om daar dan toch wat tijd in te steken en die dan betrokken te houden. Ja, ik denk dat we op dat niveau ook moeten kunnen zeggen van nu eventjes het projectteam, dan zijn er anderen eventjes beter in betrokken. Ja, ja, door ze te switchen, je hoeft niet altijd dezelfde mensen mee aan boord te hebben. En op die manier kun je het, de tijdsinvestering kan je van toch andere, een beetje dat managen. Zeggen, en iets wat me ook nog wel intrigeerde, wat je zei op een gegeven moment, dus we hebben persona's, die kunnen we identificeren. Maar is het niet juist zo in die co-creatie dat je die persona's, waarin die stakeholders waarvan je dan een persona zou maken, is het niet juist zo dat je die wil betrekken in het project? Dus ze ja, maar dat was erbij nog een haalt? Stapje ervoor. Dus voordat we naar onze marktsegmentering gaan over persona's, hè, dat soort persona's, maken we samen op met de verschillende co-creërende partijen. Hè. Dus dan is ons teampje al samengesteld. Hoe stellen we dat teampje samen? Dat is natuurlijk ook een beetje het A-team. Hè. Hoe stel je dat samen? Dus ik heb nu gezegd een beetje door die stakeholder mapping, waar dat zijn eigenlijk drie sheets dat je zou kunnen invullen van met wie wil je samenwerken. Wat doe je echt allemaal in een bedrijf? Met welke andere bedrijven doe je dat? Maar ook met welke persoon binnen die andere bedrijf doe je dat? Om dan eigenlijk een soort rode draad te vinden tot wie dat je moet komen om je te richten naar je co-creatie toe, voor ze erbij te betrekken. Een andere tool die we dan nog eens extra ervoor hadden ontwikkeld, waar ik nu even niet ben op ingegaan, is dan eigenlijk ook die persona's op bedrijfsniveau inzetten. En dan komt daar eigenlijk bij ook zo'n soort value exchange model. Van wie is er heel goed in wat? Wie heeft er die kennis? Dan wordt het allemaal ook veel visueler. En dan zit je veel gemakkelijker met de juiste personen samen, met de juiste skills, omdat je eigenlijk een mapping hebt van oké, zo vormen we een team. Nu herinner ik mij, Flans en Shape was hierbij betrokken. Ja, ja, en die ja. hadden, of die hebben een tool die heet Skin. Ja, dat is, dat is die voor die stakeholder. Ja, ja. Voilà. En het is dat wat je ook voor een stukje, want ik zag, dacht ik, een plaatje waarin inderdaad dat een beetje werd gevisualiseerd van oké, je hebt een aantal bedrijven in die keten en daaronder kun je dan eventueel de personen per bedrijf identificeren. Ja, ja. Dus daar wat je op voortgaat. Ja. Oké. Zeg, en nog een andere vraag die in me opkwam. Je hebt een aantal producten laten zien waarbij dat dan werkt, het bier, de kaas, dat lijken mij zaken die in zekere mate gemakkelijk te visualiseren, enfin, je maakt ze gewoon en als je dan bijvoorbeeld nadenkt over een verpakking, dat is eerder een grafisch thema wat je nog vrij snel even op kleine aantallen kunt maken, maar er zijn natuurlijk ook zaken die een stuk moeilijker te visualiseren zijn, die, waarbij prototyping echt wel even een uitdaging wordt. Gaat jullie tool daar ook op in? Zijn er al voorbeelden van? Een industrieel ding dat op een of andere manier iets moet doen. Neem nu maar die robot waar we over spraken. Ja. Hoe gaan we dat visualiseren? Ja, ook dat kan wel, hè. Maar je wilt het graag tegen lage kosten natuurlijk. Hè? Ja, maar het visualiseren kan dan wel nog. Hè? Het prototyping is al wat moeilijker, de eindfase is moeilijker. Dan moet je al weten doorheen het proces hoeveel je investeringen wil doen. Hoe zeker dat je bent dat het het juiste is. Dus je gaat meerdere iteraties hebben van vooral
voor je tot echt prototyping gaat komen. Ja. Maar het conceptualiseren, het visualiseren zou ik ook daar aanraden van in het begin. Al is het je functies visualiseren, al is het wat het machientje moet doen visualiseren, al is het visualiseren of het, gaat letterlijk zo, of het moet kunnen kijken. Allee, dat is dan met cameraatjes en zo, dat er ingebouwd worden in die robot. Wat moet het allemaal kunnen? Dus dat mag je wel visualiseren. Hè? Wat, ja. En ook de customer journey, wat wil je er echt allemaal mee doen? Hoe werkt dat proces? Waar kan het ingezet worden? Ook dat kan procesmatig dan gevisualiseerd worden. Dus bij productontwikkeling hebben we daar momenteel, ik denk dat het, ik weet niet zeker of het in TU Delft op dezelfde manier momenteel gestructureerd wordt, maar in de opdeling hebben we dus ook system designers. Zij gaan dan ook de systemen dan meer in kaart brengen, maar ook altijd wel terug visualisering in mapping en zo, omdat je het zou kunnen snappen. Omdat je het, dat vind ik net het specifieke van die richting, dat je het kan gaan tangible maken, dat je er gaat over kunnen communiceren. Ja, door van, het belangrijk, maar vanzelfsprekend, want anders krijg je niet de input van de mensen die mee aan tafel zitten, die je zou willen hebben. Enfin, mijn ervaring als industrieel ontwerper is dat dat soms, het zit bijna een studie op zichzelf. Ja. Hoe zorg ik in elke fase dat iets op een juiste manier gevisualiseerd is en op een of andere manier inzichtelijk gemaakt. Ja. En met een kaas die je wil verpakken, is dat net iets gemakkelijker dan bij een robot. Het ging natuurlijk, het ging echt ook over het businessmodel erachter, wat ook moeilijker. Ik heb daar nu niet alles kunnen tonen, maar het gaat natuurlijk niet alleen over de verpakking, het gaat ook wel over de systematiek en al wat er zelf achter zit, wat ook met machines en met andere dingen wel te maken hebben. Zeg, want we hebben tot nu toe wel gesproken tot altijd wel over producten. En product services ook. Want dat laatste, want 70-80% van de bedrijven zijn eigenlijk dienstverleners. Dat kunnen we daar ook in vervatten. Tuurlijk, want eigenlijk ga ik ervan uit dat het co-creëren maar ontstaan is door onze experience-economie. Ja. Hè, dus door het moment dat je terug wilt beleven, enerzijds, en door onze product-service-gerelateerdheid. Als je het alleen maar over het kernproduct gaat hebben, dan ga je niet zo ver komen dan de attributen die we bij uitvinden of de dingen die we hebben vaak met dienstverlening en experience te maken. Met de buitenste schilletjes van onze. Het kan ook een volledige dienstverlening zijn, neem ik aan. Ook, uiteraard. Zonder dat er überhaupt een kernproduct bij betrokken zou zijn. Ja, zeker, zeker. Want bij dienstverlening wordt er nog meer geco-creëerd. Dus ik heb verschillende trajecten die we voorgesteld hebben in de culturele sector. In de culturele sector is het het omgekeerde verhaal dat ik altijd moet doen dan bij productontwikkeling. Als ik daar les geef, dus dan gaat het veel meer over, je hebt eigenlijk een dienst en je wilt hem een beetje product-minded maken. Hè? Dus, dus het is een voorstelling die gespeeld wordt, na de voorstelling is de voorstelling weg, maar je wilt toch tastbaarheden creëren, dus daar is het omgekeerde. Maar dus daar wordt er natuurlijk uiteraard ook veel gecreëerd. Zeg, en ik zal het daarbij laten, even als laatste vraag. De rol van een psycholoog, hoe komt die in dit verhaal terecht? Ah, omdat ik ook psycholoog ben. Ja, omdat jij psycholoog bent. Maar het is daarom dat ik het aan jou vraag. Omdat we hebben we hebben veel interviews gehad, we hebben veel gelezen op voorhand. Ja, dus het uitgebreide paper zal dat daar wel over zijn. We hebben heel hard altijd teruggevonden dat de menselijke aspecten en de groepsdynamica ook heel belangrijk zijn. Juist. En ik zeg altijd, psychologie, dat zit overal. Want psychologie zien we zowel in onze user-centered design van de ergonomie en de productbeleving, hoe dat mensen met dingen omgaan, maar ook hoe dat mensen relaties vormen met dingen. Maar dat gaat dan ook terug in hoe je dat terug kan vertalen naar menselijke behoeftes. Dus alles, in heel het proces zal er altijd wel een rol voor psycholoog, of hij nu echt psychologisch of mensenkenner, maar voor psychologische processen zal er eigenlijk altijd wel in vervat zitten. Ook het managen, de teamsamenstelling, overal zit dat een beetje. Het begrijpen van de consument. Zijn dat dingen die je ook doseert dan aan de mensen bij TEW en bij productontwikkeling? Want dat is bij je. Ja, wat ik eigenlijk voornamelijk doseer is wel marketing. Dus dat is niet alleen maar, dat is maar een onderdeeltje van marketing, is consumer behavior. Dus dat is er uiteraard al een onderdeel van. Maar bij productontwikkeling en bij TEW, vaak gaat het ook over concepten testen, voorleggen, onderzoek doen bij mensen, proberen en al die dingen te achterhalen. Dus dat blijft natuurlijk een beetje mijn ding. Oké, dankjewel. Oké.